ik ben Nienke en voor deze aflevering van Innershoes ga ik op bezoek bij de girls van Cinecenter. Dit team bestaat namelijk voornamelijk uit vrouwen en Cinecenter heeft de jongste bioscoopdirecteur van Nederland. Dus ik ga eens kijken hoe het er allemaal aan toe gaat. Ik ben Romeen Swaap en ik ben sinds vorig jaar de nieuwe directeur van Cinecenter. En hoe oud ben je? 24. Ik ben Renske. Ik doe de marketing en speciale programmering bij Cinecenter. Ik ben Judith Schepers en ik ben hier bedrijfsleider. Ben ik hier verantwoordelijk voor personeel en voor de horecainkoop en verder ook zeg maar het pand, dus dingen constateren die het doen of niet doen en kijken en regelen dat het wel weer gaat werken. Ik ben Michelle Kremers en ik doe de programmering voor Cinecenter, dus ik zoek de films uit die iedereen hier ziet. Mijn ouders hebben 20 jaar geleden Cinecenter overgenomen en toen helemaal opgeknapt tot wat je nu hier ziet. Maar we hadden door dat Cinecenter wat toe was aan vernieuwingen. En ze wisten dat het eraan toe was, maar ze vonden het, zij zagen er een beetje tegenop. En waar zij een probleem zagen, zag ik eigenlijk een hele leuke uitdaging. Dus toen hebben ze het stokje overgedragen en heb ik het overgenomen. Als jonge vrouw zijnde heb ik daar vooral helemaal aan het begin echt heel veel wel moeite mee gehad. En nog steeds is het niet altijd makkelijk. Ik heb toch het idee dat je zelf nog veel meer moet bewijzen dan misschien wel als ik hier als 24-jarige jongen had gestaan. Maar tegelijkertijd vind ik het, dat vind ik misschien naar de buitenwereld wel lastig. Maar hier binnen het team heb ik daar eigenlijk helemaal geen last van. Want we werken hier met, het hoofdteam zijn alleen maar vrouwen. Dat vind ik echt heel erg, het is super gezellig en super leuk. Ik ga naar een aantal filmfestivals. Binnenkort ga ik naar het filmfestival van Cannes, mijn favoriet. We draaien films voor, laten we zeggen, mensen van 18 tot 88. En daarin kun je soms ook wel wat variatie dan hebben. Wat iemand van 88 vindt misschien iets anders mooi dan iemand van 18. Hoewel je je daar soms in kunt vergissen. We proberen altijd films bij uit te kiezen die een podium verdienen of bijzonder zijn. Of waar mensen heel erg naar uitkijken. En daar een spreker bij te vinden. Ik kijk naar kwaliteit. We proberen altijd films te draaien die een bepaalde kwaliteit hebben. Dus eigenlijk een hoge kwaliteit hebben. Films die ik goed vind, hoewel ik in eerste instantie ook kijk naar wat ik denk, wat de mensen die hier komen mooi vinden. Nou bestaat ons publiek niet uit één soort mens, dus ik probeer daarin ook wel variatie aan te brengen. En soms kunnen er ook films zijn waarvan ik weet, die zijn niet zo heel makkelijk. Ik hou heel erg van sprookjes. Het is een beetje Amélie Poulain, Moonrise Kingdom, dat soort films. En anders hou ik juist van heel erg zwaarmoedige films. Hele heavy films over hele zware onderwerpen. Een beetje Broken Circle Breakdown. Ja, dat wisselt heel erg. Ik probeer zoveel mogelijk te kijken. Ook om gewoon hier, maar ook in andere theaters, zodat ik ook weet wat er speelt. En dat gaat een beetje van de piepkleine arthouse naar Star Wars, wat ik ook geweldig vind. Dus eigenlijk van alles. Ik ben vooral bezig met om te kijken hoe we weer een beetje bekender kunnen worden. En ook hoe we mee kunnen gaan met onze tijd. Dus bijvoorbeeld, we hebben verbouwd, we hebben nieuwe stoelen nu, we krijgen grotere projecties, beter beeld, beter geluid. Dat wil je graag bieden aan je bezoekers, want die willen gewoon meer comfort. Ik wil groener en duurzamer worden. Dat vind ik ook heel belangrijk in deze tijd. En ik wil kijken of we leuke programma's hier kunnen doen die bijzonder zijn en misschien iets nieuws, wat ook iets nieuws misschien voor de stad is. Dus ik ben vooral echt bezig met kijken naar de toekomst.
het gewoon een hele prettige sfeer is. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. Dat ook de filmkeuze, maar verder de zalen. En nou ja, als je hier al zo lang zit, ook het werken, dat het bekend is, is voor mij toch wel heel leuk. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dat is gewoon eigenlijk het allermooiste. Dat is gewoon als je ziet wat je voor elkaar kan krijgen met communicatie. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Het is de leukste baan die ik me kan voorstellen. Dit was Interviews bij Cinecenter. Abonneer op ons kanaal voor meer leuke Interviews afleveringen. En ik ga even naar de film, denk ik.